Oh, niet zo! Hoi! Zet het belletje aan, want de video van Touzani TV wil je nooit overslaan. Het is matchday, oftewel de dag van de wedstrijd. En vandaag heb ik een hele bijzondere jongen die ik ga volgen. Het is het broertje van Eyoub, het monster. Clipshoot. Oh, goed. Piraat. Dit is onze piraat, hè? Kiewis, je bent zo groot, je hebt zo'n kleine minifiets. Ja, man, ik weet het eigenlijk niet. Het is makkelijk, hij kan ook mee met trein en zo. Man, ik zie jou zo. Ja, kom terug. Wat voor Feyenoord outfit hier in Amsterdam. Die was echt random. Mag ik even wat vragen? Ja. Kent u Eyoub het monster? Nee. Waar speelt hij nu? Ja, hij speelt bij Feyenoord. Nee, dat is niet jammer. Dat is maar niet kom, jammer. Hij woont hier, hij woont hier. Ja, oké. Echt waar, echt heel erg goed. Ja. Eyoub het monster. Waar ga je naartoe? Voetbal. Het is matchday. Tegen wie moet je? Zuid-Oost-United. Ja, maak ze af, hè, broer. Ja. Iedereen heeft... Oh, cameraman, ik heb hem gesaved, hè. Hij zou bijna tegen deze paal aangaan. Ja, iedereen heeft matchday. Dit is toch de mooiste dag van de week, dit? Ik ga niet naar deze wedstrijd. Ik ga naar Eyoub, monster, zijn broertje. En zijn naam is Nizar. Eyoub is slim. Hij heeft zeg maar deze hier ertussen gelaten, zodat hij al open is. En dan kan ik Nizar ook echt verrassen. Hij weet van niks. Assalamu alaikum, my brother. Huh? Ik ga jou volgen vandaag. Jullie stappen, Sabi. Geef eens je gekke knuffel, geef. Je wist van niks? Nee. Vind je het leuk of niet? Ja. Misschien. Hey, Eyoub, vindt hij het leuk of niet? Ik begin nu te twijfelen. Hij is nog een shock, hij is nog een shock. Hij moet nog beseffen. Jullie zijn één grote voetbalfamilie. Ja, man. Je hebt Zinedine. Hey, trouwens, Zinedine, even die goal terugchecken van hem. Bij jouw brader was een van de mooiste goals. Wat kan je vertellen over jouw broertje? Verdedigend gewoon. Stabiel, sterk. En na de bal is hij ook gewoon rustig. En waar moet hij nog aan werken? Doordek. Maar als die 10 dan vrij kan doordubbelen, ja. Dan op die 10 gaan. En vaker naar zijn broer luisteren. Dat ook. Ben je met schattig daar? Kleine monstertje. Wie sloopt wie op PlayStation? Vertel eens over gisteren, Lisa. Vertel eens. Nee, man. Marokko, Brazilië heeft gekregen. Eerst potje gewoon, dan leg je naar huilen. Ik ben wel ik ga niet. Hoe vind je het eigenlijk dat Eyoub zo bekend is? Niet zo leuk, want niet denk je echt dat hij stoer is. Niks horen. Tuurlijk niet. Je bent wel knapper dan Eyoub. Tuurlijk niet. Nooit. Leer je ook wat van hem? Soms. Noem eens iets wat je van hem leert. Mensen irriteren. Het is gewoon een beste kut. Ah, jongen. Speel je maar. Mentaal aanpakken noem je dat. Je bent verdediger, hè? Ja. Hij kan heel goed aanvallen. Zou je hem eten, of niet? Ja. Je hebt gelijk. Vandaag is jouw dag, je hebt gelijk. Vandaag. Deze tas, wie draagt deze? Jij toch? Hey. Eyoub, laatste woorden aan je brada. Succes, man. Doe je ding. Weet dat je het kan en pak die spits aan. Klaar, hè? Hij gaat stukken maken. Scherpe man. Wat is je favoriete club? Barca. Wat is je favoriete speler? Messi. Wat is je positie? Verdediger. Wat is je specialiteit? En zijn krauwen. Mensen krauwen. Ja. Wat gaat het worden vandaag? 2-0. Ja, het is wel een topwedstrijd. Zij staan helemaal bovenaan. Ze hebben 33 goals al gemaakt. Maar met jou achterin, hij is een krauwen. Zeker? Ja. Scherp, hè? Jawel, Lel. Hij is scherp. Zelfs de tram stopt voor hem. Hè? Stop. Goed zo. Iedereen stopt voor jou, man. Hij wordt nieuwe burgemeester van Amsterdam. Ja, dit is jouw club, hè? Zeeburgia. Ik ben jouw assistent vandaag. Hele zin. Yes! Yeah. Sergio, the one and only. Ik ben vandaag jouw assistent. Ja, ik heb het gehoord, man. Yes? Yes. Vandaag gaan jullie slopen! Hoe gaan we ze aanpakken? Kijk aan! Deze. Rustig! Over geluid gesproken, als de bal op de paal gaat, hè? Hoe klinkt dat? Ding. Hoe klinkt een pak slaag? Let op. Laag. Welke celebration ga jij doen als je gaat scoren? Laag. Deze. Hey! Wat is goed deze? Oh, zie ik. Old school. Waarom ben je aanvoerder? Ik weet niet. Kiewis, je weet niet. Je hebt leidinggevende capaciteiten. Jij bent al ver in jouw hoofd. Ja, toch? Ja. We leggen hier. Hey! Scherp zijn! Wee, yeah, keeper. Wie is je favoriete keeper? Nee, man. Noppert. Nee, man. Nee, wie dan? Bounou. Marokko's keeper van Sevilla en Marokkaans elftal. Boy, yo, lekkere friet. Kom hier, 8 uur in de ochtend. Wie zijn dat daar? Wat is er gebeurd? Bismillah.
Ik heb gehoord, ze hebben lekkere eten in deze kantine. Kisani! Kom die brassen halen! Oh, joh! Magai! Wat is dit? Gaat het doen? Natuurlijk! Als je zegt, die komt op YouTube, is magic! Is ready! Ze hebben hier gewoon hot wings! Zijn ze lekker? Ja! Rusje, tip, carry, alles! Ik ga nu naar de kleedkamer van de tegenstanders. Ik ga ze verrassen. Ik weet niet of ze blij zijn met mijn komst. Ik ga ze even zenuwachtig maken. Mag ik naar binnen? Ik zit binnen in de bespreking, maar ja. Jullie zijn de nummer 1, toch? Ja! Maar na vandaag niet meer! Ja, ik heb ze net helemaal voorbereid. Dit gaat helemaal goed komen. Jullie wisten al dat wij daar waren? Ja, ze waren helemaal in de bang van je, maar ik heb ze even gezegd dat je al een normaal persoon bent. Je hebt ze ontzenuwd. Ik ben een normaal persoon, dat klopt. Dankjewel daarvoor. Het is echt vet, hè. Hun complex is gewoon precies hiernaast, hè. Dit is burenruzie, hè? Derby, ja. Het is een derby, toch? Ja. Jullie gaan never halen. We zien naar de wedstrijd. We zien naar de wedstrijd. We willen nu voorbereiden. Oh, jongen, hey, politie! Mannen. Hey. Sergio, wat voor voetballer is Nizar? Hele goede verdediger. We zijn nu bezig met hem om het op het middenveld te laten spelen. Sterke jongen, technisch vaardig. Ja, heeft alles eigenlijk in het om het te halen. En gaat hij vandaag middenveld of gaat hij... Hij start in de verdediging vandaag. De jongens zijn scherp. Ben jij scherp? Heel scherp. Zeker? Ja. Kom deze kant. Wij niet, toch? Ben je serieus? No! Ja? Niks, laat maar. In de kruising, hè? Nu ga ik even hem vertrouwen geven. Je hebt nu panna gekregen. Penalty, ja. Je wil bijna duiken, ik zag je wel. Ja. Maar nu ben je scherp. Je bent klaar voor de wedstrijd. Ja, tuurlijk. Kan je de lat raken? Ja. Ze spelen in het blauw. Hij is zijn politie. Ja. Yo, Iba. Hij is wel serieus, hoor. Keeper van jullie is echt gefocust, man. Ik zei hem, laat je niet gek maken. Ja. Dat is belangrijk. Jullie moeten dit eigenlijk winnen, toch? Ja, dat moeten we wel, ja. Hoeveel goals hebben jullie voor? Ja, ik zou het niet weten. Nog niet verloren, dus we moeten wel winnen. Vanwege vorig jaar onder 13 is gedegradeerd. Dus we zitten gewoon te laag ingedeeld. Stel nou dat jullie wel verliezen vandaag. Dan straftraining, ja? Maandag. Hoezo? Waarom ontsla je jezelf niet? Dan zijn jullie niet goed genoeg als trainer. We hebben ze helemaal voorbereid. En ons kan niet liggen. Nee. Het is altijd de trainers schuld, hè? Ja, want als de trainer wint, is het de trainer zijn succes. Als trainer dat zijn we ook niet. Dan is het allemaal de spelers. Allemaal spelers. Ja. Ze zijn niet op hun mondje gevallen, maar ook niet op hun achterhoofd. We hebben ook media erin gehad. Hè? Je mag geen ja en geen nee zeggen. Okay. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Met jou? Schaal van 1 tot 10? 8. 8? Wow. Zo snel gaan we. 10 seconden. We staan 1-0 achter, yes. Ken je de tegenstander goed? Sommige spelers. Gaan ze halen of wat? Nee. We hebben goed getraind. Ga geen andere dingen doen. Vel op de bal. Jullie weten wat ik heb gezegd. Ja, hou ervoor? Ja, let's go. Oh, yeah. Kom hier. Ik ga niet fluiten vandaag, maar ik wil wel fluiten. Waarom praat je over dat ik met jou praat? Ik weet het niet. Maar was wel warm. Ben je scheids? Ik wil mijn scheids, zeg ik. Heb je die... Ja. Wee-yo. Ben je wel scherp? Tuurlijk. Kom. Nee, maar kom. Wow. Tuurlijk kom ik niet meer. Dat zenden we ook uit, hè. Soms lukt het gewoon niet. Bal. Kijk, ze staan eerst stijf bovenaan, maar hey, alles is mogelijk. Lekker, Nizar! Door, eentje door. Risico met mij. Zoek de ruimte. Lekker, keeper! Sterk, jongen! No fel. Ja, penalty, wee-yo. Onnodige penalty, man. Hebben we weer! Goed, Nizar! Vind je mag wat korter! Zag je Nizar Pujol, hè, broer? Pujol. Waar is mijn driehoek? Nizar doet wel gewoon zijn dingen. Kom erbij.
Karan! Karan! Inderdaad, afgelopen! Ik heb trouwens gele kaart gekregen voor die ene overtreding. Voel dat dit hem gaat worden. Oh, jammer! Belangrijk, maar eerste bijna kans. Zit je in je gevangenis? Nee. Nou, ik ga er wel klimmen. Strijden. De ballen. Lekker Nizza, sterk. Nizza speelt wel gewoon zijn wedstrijd. Ik bedoel, hij maakt dingen onschadelijk en zo. Als er een bommelding is, moet je hem gewoon bellen. Hij maakt alles onschadelijk. Ga je nog kunnen spelen of niet? Ja? Kijk, als iemand zegt dat hij nog kan spelen, dan weet je dat hij niet echt, echt geblesseerd is. Hij heeft wel pijn, maar hij is niet geblesseerd, snap je? Brexit, bro. Ik zit zo dik op mijn twee benen. Oh. Sterk, Nizar. Krauwen. Ik zeg ook een krauwen. Het is krauwen. Eerste corner van de wedstrijd. Het gaat hem worden. Hille. Ja. Goed. Wow, 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 wow. Dit moest hem zijn, man. Edin is wel goed, hoor. Die nummer 11 van blauw. Tja, Nizar doet wel zijn ding. Ik zeg het je. Hij doet zijn ding. Peugeot ding. Yalla, 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 yalla. Sammy, come on. Come on. Kom op, niet zeuren. Doorspelen, niet zeuren. Oh, niet zo. Hey, hey. Lekker hoor. Niet zo, een gekke solo. Gekke solo van hem. Wow, yo. Eerst die gekke solo en dan nog een penalty. Volgens mij ging die stijf in de kruising. Nizar, je bent een baas, man. Zoek je nog manager Oele? Ik weet niet waarom Messi jouw favoriete speler is. Je kan gek dribbelen, bro. Ging die in de kruising die penalty, hè? Ja, toch? Ja, toch? Voilà, mooi. Hij is bescheiden. Dat is mooi. Tegenovergestelde van Ejoep. Als jullie de bal hebben, degene die niet de bal hebben, moeten proberen degene die die bal heeft wel helpen. Je kan van tevoren zien, oké, hij heeft die bal, ik kom ongeveer in deze positie, ik ga alvast vrij staan of ik kom alvast in de bal. Weet je hoe vaak jullie inspelen? En dan komen zij voor jullie. Dat betekent dat zij jullie al door hebben, dat ze jullie lezen, maar jullie moeten hun lezen. De trainer zegt elke keer, come on, in de bal komen. Rigada. We spelen heel slordig. Passing. We blijven staan als er wordt gepast. We komen niet in de bal. Ben ik niet van jullie gewend. Die mannen zijn technisch. Hou die mannen gewoon voor je. Even wat verder. Jouw bloed is heet. Je bent Mokro en je bent Antoja. Hé, hete jongen. Achterin met vrije trappen. Speel gewoon eens erin. Klaar, gewoon voetballen. We zijn ready. Ja, je dacht dat je er al was, hè? Ja, hij gooit de gekke... Hij ging gewoon vallen. Kom op, man. Hij geeft de gekke solo bij jullie daar. Hij viel over de bal. Ja. Schoot hem wel gek binnen. Ik vond het een penalty, hoor. Sorry. Ja, tuurlijk vind ik het penalty. De hele solo is haal hem naar beneden. Kom op, man. Ik zeg, was het een penna of niet? Het is gewoon penalty. Je hebt er nou iets. Ik ben trots op jou. Nee, ik heb mijn diploma gehad, alles. Heb je scheidsrechters diploma? Ja. Iedereen die nu aan het kijken is, ik mag deze jongen. En hij is gewoon supergoed. En hij heeft zijn diploma, dus ja. Zwem diploma af, B. Haal deze ding! Cameraman, Peter is los. Flashed. Kubicam gaat gek op Instagram. Come on boys. Gewoon weer geloven. Aanvoerder is gebaseerd geraakt, man. Sterk. Nizar wordt cappy.
Lisa speelt met afroesband in zijn handen. Oh. Gele kaart. Rood! Rood? Waarom? Hoezo? Ik zei iets van, kom op, hoe dan? En toen kreeg ik rood. Ze heeft een rode kaart gekregen, voor duidelijkheid, maar na 5 minuten mag hij weer terug. Voor mij is dat een nieuwe regel, maar misschien ben ik lang niet op de velden geweest. Ik vind het niet erg, daar niet van. Goed, waar is die bal eens daarachter? En dan, kruis! Geen penalty. Kom op, kom op. Leggen. Jammer jongen, jammer! Gewoon een vuur sambal erin bro, kom op. Dede, ik ben trots op jou bro. Lekker Marcus! Marcus, maak geen grap bro. Boom, weg die bal. Hij kan ook nog eens goed koppen die Nizar. Ja. Ryan, we gaan 1-op-1 achterin spelen. Lizard stap door naar het middenveld, ja? Oké, Nizar is nu op het middenveld gezet. Ik hoop dat er nu wat gaat veranderen. Hij speelt de hele wedstrijd al goed. En nu op het middenveld kan hij misschien nog meer schade aanrichten. Ga maar. Zag je die buitenkant voet bal van Nizar door de benen van de tegenstander precies in de loop? Heb je die gezien? Goeie bal, jongen. Nizar achter de bal. Ik zag hem al erin gaan, man. Geflateerd. Was allemaal niet nodig. Bos! Hey, die zijn allemaal een jaartje ouder, niet vergeten. Nee, ja. Nou oké, weet je, ze waren gewoon beter, ze hebben gewonnen, maar ze moeten niet vergeten, ze zijn een jaartje ouder, hè. Neem me mee in de wedstrijd, hoe is het allemaal gegaan? Het ging wel gewoon goed, maar ik kon de kansen niet af. Ja, dat was het en hun wel. Vond je het terecht? Een klein beetje. Ze waren wel iets beter, hè? Ja. En ik had bijna de tweede goal van jou gezien. Ik denk, wow, joh, je moet vaker met camera komen, je scoort gewoon en zo. Als verdediger, je scoort gewoon. Oh, sorry, ik wist niet dat je boos bent. Dit is niet boos. Dus ik heb echt een leuke dag gehad. Ondanks dat je hebt verloren, ik hoop dat je toch stiekem een beetje leuk vond. Ja. Mag ik nog een keer komen? Ja, is goed. Ja, is goed. Ik weet niet of ik nog een keer ga komen. Wat ik wel weet, is dat ik sowieso een keer naar een andere wedstrijd ga. Wil je dat ik een keer bij jouw wedstrijd kom? Of ken jij een groot talent? Laat het weten hier beneden in de comments. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Like deze video. En salamu alaikum. Ik ga weer broodjes kipkerry eten hier in de kantine. Doei.